In de komende minuten zie je wat het programma Groepsontwikkeling tot nu toe heeft opgeleverd en welke uitdagingen er nog zijn om deze resultaten verder door te zetten. De afgelopen 3 jaar hebben meer dan 400 groepen aan het programma deelgenomen. Een van die groepen is de JJB-groep uit Apeldoorn. De groepsontwikkeling is door de hele groep heel positief opgepakt. Iedereen is heel enthousiast aan de gang gegaan. Jongens, we mogen onze schouders opzetten, we gaan doen. Groepsontwikkeling is bij ons iets geweest waarbij echt de hele groep betrokken is geweest. Eigenlijk van de jongste leiding tot de oudste leiding, tot bestuur. Ze zijn allemaal heel erg actief geweest en iedereen heel erg betrokken. We waren een risicogroep omdat je ziet dat door het langzaam teruglopen van je ledenaantal je uiteindelijk de groep niet meer het scoutspel kan laten doen. Onze grootste verbeterpunten waren het elkaar aanspreken van het kader, de doorlopende leerlijn terugkrijgen in de groep, het één groep laten zijn, dus niet losse eilandjes van welpen, scouts en explos, toch ook een stuk bestuur. Hoe ontwikkel je dat? Sinds 1996 is het aantal scoutinggroepen ieder jaar langzaam teruggelopen. Het afnemen van het aantal leden was hiervan een gevolg. Uit onderzoek bleek dat er eigenlijk 3 soorten groepen zijn binnen Scouting Nederland. Florerende groepen, dat zijn groepen die in ledenaantal stabiel blijven of groeien. Risicogroepen, dat zijn groepen die continu dalen, maar nog steeds meer dan 27 leden hebben. En crisisgroepen, dat zijn groepen die al lange tijd te maken hebben met dalende ledenaantallen. Ze hebben minder dan 27 leden en zullen naar verwachting binnen een jaar gaan stoppen. In dezelfde periode waarin gezocht werd naar de oorzaken van de ledendaling, was er ook een grote behoefte om meer samenhang en betrokkenheid in de vereniging te creëren. Er was de wens om meer persoonlijk contact met de groepen te hebben, de praktijk van groepen beter te begrijpen, hulpmiddelen te ontwikkelen die groepen echt willen gebruiken, waaronder een kwaliteitsscan, en actiever kennis te delen binnen de vereniging. Deze ledendaling en de behoefte aan meer verbondenheid leiden gezamenlijk tot een pilot in het project Groepsontwikkeling. De uitgangspunten bij de methodiek van groepsontwikkeling zijn dat groepen zichzelf een spiegel voorhouden, feedback vragen aan eigen leden en ouders, oplossingsgericht aan het werk gaan en het accent leggen op de dingen die goed gaan. Deze pilots leverden zoveel enthousiaste reacties op dat ze in december 2010 leidden tot het besluit van de Landelijke Raad om te investeren in het programma Groepsontwikkeling. Het doel van het programma was om in 4 jaar tijd aan 800 groepen groepsontwikkeling aan te bieden. Om niet nog meer groepen te verliezen, werd er voorrang gegeven aan de risicogroepen. Daarnaast werd ook een doe-het-zelf-versie van groepsontwikkeling ontwikkeld, de Lightscan. Hiervan is de laatste jaren op grote schaal gebruik gemaakt. Meer dan 100 groepen zijn zelf aan de slag gegaan met de Lightscan. Er was bestuurlijk lef nodig om te kiezen voor het programma Groepsontwikkeling, omdat er een flinke financiële consequentie aan vastzat, namelijk een verhoging van de contributie. Maar daardoor maakten alle groepen het samen mogelijk om de hele vereniging een boost te geven. Ook als je als groep niet direct aan het programma wilde deelnemen. Zo hebben de groepen die het heel dringend nodig hadden de kans gekregen om zich te ontwikkelen. En dat lijkt nu resultaat te hebben. De afspraak was dat de contributieverhoging tijdelijk zou zijn. Dit betekent dat de contributieverhoging op 31 december 2015 zal stoppen. Want afspraak is afspraak. Maar hoe houden we deze richting naar groei vast? En hoe bouwen we dit alles verder uit? De opdracht is nog niet klaar. Het programma Groepsontwikkeling is de start geweest van een belangrijke verandering in de vereniging. De noodzaak om te groeien en een kwalitatief aantrekkelijk spel te bieden, waardoor meiden en jongens zich persoonlijk ontwikkelen, vormt te midden van toenemende concurrentie blijvend een topprioriteit voor de komende jaren. De JJB-groep uit Apeldoorn is nu 1,5 jaar intensief bezig met het programma Groepsontwikkeling. Zowel het bestuur als de leiding is enthousiast aan de slag gegaan. Zo'n 3 jaar geleden zijn we gefuseerd, de Berg en Bosgroep, waar ik zelf vandaan kom, met de JJB. Berg en Bos was te klein om nog voor te kunnen bestaan. 8 scouts, ja, dan kan je niet goed meer het spel spelen. Wat ik hier aantrof was een hele gezellige club. Goed voor elkaar, veel materiaal,
Alleen de neerwaartse spiraal was ook ingezet bij de JEB. Wij kregen een mailtje vanuit landelijk van de groepsontwikkeling komt eraan. En ik denk dat wij een van de eerste zijn geweest die ook daadwerkelijk hebben gezegd ja, dit past nu in ons traject. In die anderhalf jaar tijd zijn er een heleboel doedingen gebeurd. De kampvuurkuil is aangepakt. Nou, die ziet er nu fantastisch uit. We hebben natuurlijk een Facebookpagina hebben we ingericht als onderdeel van de groepsontwikkeling. Daarvoor nieuwe dingen geleerd hoe wij leden kunnen werven. Ouders zien natuurlijk de foto's van hun eigen kinderen op Facebook, die liken ze. En automatisch de vrienden van de ouders zien ook de foto's en denken van nou, misschien is dat wat voor mijn kind. Er is nagedacht over hoe doe je de doorlopende leerlijn. Die mag nog veel verder worden uitgewerkt, maar daar zijn we in ieder geval over aan het nadenken. Een scholingstraject met de leiding komt langzamerhand op gang. Met het bestuur zijn we daadwerkelijk ook een stapje verder aan het denken van wat wordt de volgende stap en waar gaan we op inzetten. Nou, in anderhalf jaar tijd hebben wij een stijging van 25% en daarvan kan ik daadwerkelijk heel trots zijn op het hele leidingteam. En wat je nu ziet, het is ontzettend in beweging. En op dit moment hebben we een vriendinnetjesdag. En we hebben op dit moment gewoon 10 kijkers bij de bevers. En dat laat zien dat er gewoon echt beweging is. Komen jullie weer even allemaal wat dichterbij? Mandy, die vond de groepsontwikkeling zodanig interessant dat zij het ook heel graag wil gaan doen bij een andere groep. En wat ik daar ook het hele positieve in vind, is dat ze daarmee ook haar eigen ontwikkeling goed doormaakt. Maar dat weer meeneemt naar onze groep. Je komt daar binnen en je loopt tegen dezelfde zaken aan waar wij ook tegenaan lopen. Wij hebben natuurlijk een groot probleem dat onze groep echt heel erg sfeervol en gezellig is. Eén grote vriendenclub. En dat is heel positief natuurlijk, maar soms heeft het ook negatieve kanten. En dat herkende ik zo erg in die andere groep. Dus dat kon ik ook meebrengen uit mijn eigen ervaring. Als ik zelf bedenk wat er nog moet gebeuren, zitten we op een kwart. En moeten we nog drie kwart, willen we uiteindelijk komen tot een levensvatbare groep op over 10 jaar. Mijn advies naar andere groepen is, ga ermee aan de gang. Maar wel op de voorwaarde dat je enthousiast bent. En dat in ieder geval drie kwart van je kader enthousiast is om hiermee aan de gang te gaan. Tot nu toe hebben 400 groepen deelgenomen aan het programma Groepsontwikkeling. En we verwachten er 600 te gaan halen. De campagne Laat je uitdagen is een groot succes geworden. Groepen hebben toegang tot managementinformatie over hun eigen groep in Scouts Online. En we hebben een duidelijk profiel van de huidige leden en de kansen op groei. Met als resultaat, bij de niet gecoachte groepen is het aantal leden verder gedaald. Maar bij de wel gecoachte groepen zien we na 15 jaar krimp een stijging in het ledenaantal. Kortom, ze groeien. Hoe staan we er nu voor? 8% van de groepen is te klein om als groep op de been te blijven. 3% behoort tot de crisisgroepen. 23% is risicogroep. 31% van de groepen floreert. En 7% is zo succesvol dat ze als excellent bestempeld kunnen worden. Als we dit vergelijken met 2009, laat dit zien dat een deel van de florerende groepen gaat accelereren. Maar dat er ook meer risicogroepen komen. Het gaat tijd kosten om uit het dal omhoog te komen. Hoe ziet de toekomst van groepsontwikkeling eruit? Hoe zorgen we ervoor dat er positieve impulsen in groepen blijven ontstaan en dat groepen hierin begeleid blijven worden? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat scouting voor meer meiden en jongens dé plek wordt waar zij met heel veel plezier elke week worden uitgedaagd om zich persoonlijk te ontwikkelen? Dat zijn de keuzes waar we met elkaar in de komende Landelijke Raad over in gesprek gaan. Daarvoor zijn er 4 opties. Groepsontwikkeling afbouwen en beëindigen. Groepsontwikkeling voor groepen die dit het hardste nodig hebben. Keus uit elementen van groepsontwikkeling. Groepsontwikkeling in haar huidige vorm en werkwijze continueren. Aan de Landelijke Raad wordt voorgesteld de 3e optie verder uit te laten werken tot een nieuw voorstel in december 2014. Want we doen het voor hem, voor haar, voor hem, voor al deze scouts en al die scouts die nog gaan komen en zich bij scouting persoonlijk gaan ontwikkelen.